Maar Maar dat was niet de bedoeling het is hier. wel interessant. De interessante vraag die overblijft is: wat is een Fransman dan? En wat is die Franse identiteit? En dan kan je daar inderdaad eens over gaan nadenken. En dan is dat is een indrukwekkende lijst. Frankrijk is het land van de laïcité, van de scheiding van kerk en staat. Jules Ferry is het land van het engagement met de hoofdletter E. Denk aan Victor Hugo, Emile Zola. Dat zijn de eerste schrijvers. Emile Zola in de was de zoon van een Italiaanse migrant. Hè? Dus, inderdaad. Maar het is wel de man die was een geboorteact van het engagement heeft geschreven. Dus die bewezen heeft dat schrijvers in de pen kunnen klimmen en de werkelijkheid smeden. Frankrijk is het land van de gastronomie, van de humor. Laten we niet vergeten. Fernandel bijvoorbeeld. Dus het was een goed idee. Was het een goed idee op zich, los van het feit dat er misschien een politieke agenda achter zat en dat het wat ontspoord is? Was het een zinvol debat? Ja, dat is een zinvol debat, omdat duidelijk is geworden dat Frankrijk ook het land is van Rousseau, die eigenlijk een Zwitser was. Dat Frankrijk ook het land is van Freud, die daar naartoe is gekomen om Charcot te bestuderen. Dat is allemaal naar boven gekomen. Het is ook het land van de Prix Goncourt. Wie heeft de laatste twee Prix Goncourt? U weet, de belangrijkste literaire prijs in Frankrijk. 2008. Atik Raimi, dat is een Afghaan die wel de Franse nationaliteit heeft gekregen. Ik wil daar nog aan toevoegen, als ik even mag, dat weet iedereen. Danny Boone, die kent u wel, Bienvenue chez les Ch'tis. Wel, die man, dat is de zoon van een Kabyle, van een Algerijn. Yes. En dat is interessant, en daar heeft Sarkozy zich verraden bij de Légion d'honneur aan Danny Boone. U moet dat maar eens googlen, dat is hallucinant. Ja. Dan had hij een speech, en hij begon, maar dan uiteindelijk liet hij zijn speech links liggen, en dan zei hij op een gegeven moment: vous êtes fils de Kabyle. En dan kwam dat monkenlachje naar boven. En dan voegde hij er nog aan toe: ça n'a pas commencé terriblement. Hè. Dat is niet goed begonnen. Hè. En dan voegde hij er nog aan toe, en dat was helemaal ironisch: heureusement, la République vous a ouvert les portes. La France est une douce mère. Terwijl net het tegenovergestelde is wat hij eigenlijk zegt. Hij zegt... Zijn vader, van Sarkozy, ging gekomen via het Vreemdelingenlegioen. Het is mij nog altijd niet duidelijk geworden of ze nu wijzer geworden zijn, de Fransen. Oh ja, maar ja, ik vind het wel. Neem eens andere Fransen, de Québécois, van Quebec. Als je in Montréal op het vliegveld landt, dan krijg je als punt 1 een briefje zo. Welkom hier, alsjeblieft. Ja, welkom. Vooral wie geld heeft trouwens, maar van mooi. Ja. Punt 2, je gaat Frans leren. Hè? Je gaat Frans leren in die zee van Engels. Met 7 miljoen tegen 300 miljoen. Hè? Je gaat Frans leren. En dan ben je welkom. En ze proberen dat echt ook zo te doen. Okay. Ze zeggen, je leert Frans, je neemt dus deel aan de Franse cultuur. En dan... aan Victor Hugo, Zola, Brassens enzovoort. En dan word je het. Dan ben je er. Dimitri Verhulst, moeten wij het hier ook maar eens proberen, zo'n debat. Een nationaal identiteitsdebat. Ik sta er altijd een beetje naar te kijken dat die behoefte daar naar is. Ik heb dat is mij totaal vreemd, om mij zo onder een gemeenschappelijke vlag te gaan scharen. Ik heb dat eigenlijk niet. En ik ben ook geen Fransman. Nee. Ik zeg alleen maar hoe zij het doen. Maar als we hier zouden doen. België is een ander land. Allee, Frankrijk is het meest gecentraliseerde land ter wereld. Totaal gecentraliseerd. Kijk naar de TGV-lijnen die allemaal naar Parijs lopen. Alles is gecentraliseerd. Dus daar is het wel zin voor. België, hier niet. België is het meest gedecentraliseerde land ter wereld. Dus het heeft geen zin hier. Jawel. Je kunt, het is een heel interessant debat over de decentrale identiteit. Wat hebben wij allemaal samen? We hebben Walen en Duitsstaligen en Gentenaars en Limburg, we hebben van alles. Maar, dus misschien de vraag is, bestaat er een Belgische identiteit? Ja, een heel ingewikkelde Vlaamse. En daar kunnen we, Geert, toch wel iets leren van de Fransen, denk ik niet. Wat? Omdat wat Fransen wel doen, dat is nu ook weer gebeurd, al is Sarkozy helaas een uitzondering, dat zijn mensen die met heel veel respect tegenover hun traditie, hun nationaal erfgoed staan. En daar kunnen wij iets van leren. Ja. Dat is een beweging die de laatste jaren begint te gebeuren. Het Letterenhuis in Antwerpen heeft nu de cultuurprijs gekregen. Een aantal uitgevers, bijvoorbeeld Harold Polis van Meulen of Manteau, die boeken publiceren, die gaan over... Arm Wallonië bijvoorbeeld, van Pascal Verbeken. Een biografie van Ensor. Dat wij eens nadenken, gebogen staan over onze eigen cultuur. En daar kunnen wij echt wel iets van leren. Wat ons betreft, Bart, zou ik zeggen, die gebogen staan over onze eigen culturen, over onze eigen talen, over onze eigen identiteiten. Ja. Die samen, allemaal... En dat is toch schitterend. Maar dat ook niet overdrijven. Bijvoorbeeld het Letterenhuis. Ik vind dat goed wat die doen. Ja.
Maar wat zij heel vaak proberen te doen, is een schrijver, een Vlaamse schrijver, binnen een Vlaamse traditie plaatsen. Boon, Klaus, waar past die binnen? Terwijl we nu met een generatie schrijvers zitten die eigenlijk totaal andere dingen gelezen hebben. Die zijn opgegroeid met Engelse schrijvers. Natuurlijk, die Franse schrijvers hebben gelezen. Is dat zo geweest? Tuurlijk. Verhulst zeggen ze wel dat het typisch Vlaams is. In het buitenland zeggen ze Verhulst, dat is typisch Vlaams. Ja, ik vind dat grappig, maar... Je voelt dat zelf zo niet. Hey, wacht eens even. Nee, ik vind dat niet. Want bijvoorbeeld wanneer ik nu naar een documentaire van Benoît Mariage kijk, die veel voor de RTBF heeft gedaan, ik ervaar dat ook als een wereld waarin ik thuis ben. Ik ken dat. Ja. En dat is nu niet Vlaams. Mag ik hier afsluiten met nog één vraag? Jawel, dat is wel Vlaams, namelijk dat je op de Waalderdijn hebt. Geert, je mag... Laat het dan Belgisch zijn. We doen een poging. De Belgische of de Vlaamse identiteit, één kenmerk. Probeer eens. Laten we het hier eens beginnen. Bart van Loo? Ja, één kenmerk. Suske en Wiske. Ik zou zeggen Bobby Bobet, maar goed. Bart van Loo? Ja, wat ik spijtig vind, is dat in ieder geval cultuur, ik wil daar toch op terugkomen, dat veel te weinig aan bod komt. En het lijkt wel dat iets Vlaams is. En onze politici zijn daar extreme voorbeelden van. Zij zijn managers, zij spreken daar niet over. Als je nu bijvoorbeeld alleen nog maar Mitterrand neemt of Dominique de Villepin, dat zijn twee mensen die zeer belezen zijn. De belezenheid en de manier waarop zij erover communiceert, de belezenheid van die mensen is opgeteld meer dan de belezenheid van alle Belgische naoorlogse kabinetten samen. En vooral... Wow. Ja, vooral, dat is natuurlijk, ik maak er een karikatuur van, maar omdat zij er niet, of er wordt niet over gesproken, het is niet sexy, het is not done, om als francofiel een Engels woord te gebruiken, om daarmee uit te pakken. En daarom zijn dingen als het letternuis toch belangrijk. Ja, laat ons dan maar beginnen met te lezen. En Suske en Wiske, zo meteen, die bestaan na 65 jaar. We gaan erover praten met de dochter van Willy van der Steen, met Leen van der Steen. Maar eerst het journaal van 1 minuut.